Ja, want zeg maar, je hebt de oudejaarsconferentie gedaan. Je was ook bezig met een nieuwe show, Zonder Band. Maar die heb je op een gegeven moment iets langer uitgeschoven. Ja. Op een lange baan geschoven. Waarom? Nou, omdat ik na die oudejaars gewoon even wat tijd nodig had. En ik wilde een show maken die weer uit andere bronnen put. Dus niet alleen het nieuws, niet alleen de actualiteit. Ja, en daar heb ik gewoon iets meer tijd voor nodig. Ja. Dus, en ik kan wel weer iets gaan bedenken over Wilders of over Verdonk. Maar dat is ten opzichte van de oudejaars niet zo veranderd. Dus dan ga je jezelf herhalen. En dat is eigenlijk iets wat ik wil voorkomen. Dus ik wil het wel weer echt een nieuw en ander programma laten zijn. En daar had ik gewoon net iets meer tijd voor nodig. Hoe ver is die al, dat programma? Is het al ver? Nou, doordat ik die 2 maanden erbij heb gekregen, heb ik nu tot augustus de tijd om het te maken. Dus ik ben nu langzaam een beetje dingen aan het bedenken. En hier weer eens wat optreden. En, dus zo groeit dat langzaam weer. Ja, dus ik kan nu niet zeggen van er zit ook 20% of op 10 of... Nee, ik ben gewoon weer bezig. Maar een lijn heb je al wel, neem ik aan. Of is die lijn ook nog niet vast? Ik bedoel, dat ontstaat ook later. Want hoe lang... Want kijk, ik neem aan dat je volgens jou de titel Zonder Band, omdat die theaterprogramma's al zo lang van tevoren worden geboekt, zeg maar. Moest je al een naam opgeven? Ja, je bedenkt wat. Ja. En, maar daar heb je wel een idee bij natuurlijk. En ja, god, dan ga je vanuit die lijn proberen te denken. En Zonder Band, het houdt iets muzikaals in. Nou, ga je kijken of je dat kan doen. En, ja. Ja, zo ben ik wat bezig. Maar uiteindelijk ben je een stand-upper. Dus je maakt ook grappen over wat op dat moment je leuk lijkt of goed dunkt om te doen. Ja. En de rode lijn ben je in principe altijd zelf. En dat klinkt heel simpel, maar dat is wel waar je op kunt vertrouwen. Dus ik ben niet iemand van een verhaaltje van en toen en toen en toen. Ja, maar wat is, ja goed, jij zei van nou, nieuws doe je dan. Ja, je zegt je kunt nieuwsinspiratie halen. Haal je nu uit andere dingen inspiratie? Dus ik kan me voorstellen dat je misschien een geschiedenis neemt van iets. Noemen ze dat 16e eeuw tijdperk waarin je op een gegeven moment probeert te transporteren hier naartoe, weet ik allemaal niet. Maar... Dat soort dingen. Je moet jezelf altijd blijven inspireren. Dus je moet boeken lezen, je moet films kijken, rare mensen ontmoeten, rare landen bezoeken. En dat is ook dingen waar je misschien totaal niks aan hebt. Maar dat je toch, je kunt in een boek 1 zin lezen. Dat is toch hoe het werkt als je dit vak hebt. Dat je 1 zin leest, dat je daar ga je ook doordenken of daar... Raak je door geraakt of daardoor gaat er een vuurtje branden in jezelf. En dat moet je uit zoveel mogelijk hoeken proberen te halen. En niet voor een oudejaars is het logisch dat je de kranten doorneemt. Ja. Maar nu kan ik weer totaal iets anders gaan doen. Noem eens een voorbeeld van de zin, als je hem niet wil gebruiken. Maar in ieder geval, heb je iets, ben je iets tegengekomen vandaag of van de week of 2 weken terug, waar je zegt, nou, dat was een zin, dat heb ik zo op een gegeven moment dan naar iets anders zeg maar uitgelegd of op een andere manier gaan bekijken? Nou, zo werkt het niet eens. Maar ik zag bijvoorbeeld... Nou, het schiet me nu te binnen. Maar ik zat laatst op YouTube te kijken. En je hebt nu die zangeres, die Adele. Ja. Ik weet niet of je dat wat zegt. Nou, dat is een enorm groot talent. En je hebt ook YouTube een filmpje waarin je haar in een kroeg ziet zingen. Ergens in New York. Waar je allemaal glazen hoort vallen en mensen hoort praten. Zij is ondertussen aan het zingen. En dat, op de een of andere manier moet ik dat dan 15 keer per dag zien. Omdat ik denk, ja, maar hier zit toch iets. Dat je zo in zo'n kleine omgeving, dat je bent zo'n grote ster eigenlijk al. En dan ga je in zo'n kleine omgeving dat doen voor die mens. Ja. En ik kan niet zo goed uitleggen wat ik daar precies dan mooi in vind. Maar ik merk dat ik dat 15 keer zit te bekijken. Dus daar zit iets voor mij. En zo gaat dat dan. Dus je weet nog niet hoe dat zeg maar uiteindelijk naar buiten komt. Maar als ik een filmpje 15 keer zit te bekijken op YouTube of ik lees een bepaald gedicht 16 keer per week, dan weet ik dat daar iets in zit voor mij. Is het dan niet zo dat je dan op een gegeven moment zoveel mogelijk eerst input zoekt? Je weet niet precies wat er dan uit gaat komen en dat je daarna op een gegeven moment, ik weet niet, als je schrijft voor een show, neem aan dat je dan jezelf een poosje terugtrekt? Of heb je dat niet nodig en dat het dan misschien allemaal naar buiten komt? Ja, op zijn eigen manier. Er zijn mensen die iedere dag van 8 tot 10 ochtends schrijven. En ook als ze geen inspiratie hebben, gewoon letterlijk het handwerk. Nou, dus zo zit ik niet in elkaar. Dus voor mij heeft het veel meer associatief werken. Ja. Dus ik kan ook eens onder de douche staan en denken, oh ja, dat. En dan blijft zo'n idee rondzingen in je hoofd. En dan heb je hier dit podium bijvoorbeeld om dat een keer de zaal in te gooien. En dan blijkt dat het leuk is en dan blijkt dat het werkt. Ja. En zo ontstaan die dingen voor mij. Maar het klopt dat ik heel veel input nodig heb vanuit allerlei dingen.
En dus ook de hele dag in een pyjamabroek denken dat je depressief bent, dat helpt dan ook. Ja. Dat zijn ook de dagen waarop je opeens toch een idee krijgt. Is het een bepaalde gemoed? Het is niet te sturen, dat is het gewoon. Maar is het wel dus denk ik gewoon een bepaalde gemoedstoestand? Die misschien meer, waarin je meer zeg maar, hoe noem je dat, voelsplit hebt? Geïnspireerd raakt, ja. Nee, vaak is het ook dat je naar een optreden toe, naar je eerste optreden toe, dat je in het zicht van de finish, ik begin het steeds te borrelen en... Dan denk je, ja, over een paar weken. En dan ga je ook eens hard aan het werk of zo. Maar als je denkt, nou, over 5 maanden moet er een programma zijn, dan ben je minder geneigd, tenminste ik, om te denken, oké, nu ga ik iets bedenken of zo.